Hoe mooi was het voor een geboren Nijmegenaar, een geboren Maastrichtenaar en een geboren Bredanaar om veertien jaar lang te verwonderen, te bewonderen, te observeren, te bekritiseren, te verbazen, te beschrijven? Om juweeltjes in Nijmegen voor het voetlicht te brengen en ze te koesteren. Om zaken bespreekbaar te maken, om mensen te verbinden. Niet als de beste stuurlui die aan de waalwal staan maar wel uit liefde voor de stad en de mensen die de stad maken. Want daar ging het allemaal om. Nieuwe wethouders kwamen altijd als gast. Deze keer zomaar ineens zeven stuks, waarvan twee part-timers en één met een tijdelijk contract. Ook wethouders gaan met hun tijd mee. Noël Vergunst is een oude bekende. Hij werd door mij op 27 januari 2008... Voor de eerste keer in een kolom genoemd. Noël had het voor elkaar gekregen dat de raad nog maar één keer per maand in het stadhuis op onze kosten ging borrelen naar de raadsvergadering. De tweede keer gingen ze na de raadsvergadering op eigen kosten de kroeg in, om zo de burger op te zoeken, aldus Noël. Alsof er om middernacht burgers verwachtingsvol naar de deur van de kroeg zaten te kijken of er een raadslid binnenkwam. Om zinvolle politieke reflectie te geven. Ik adviseer de zes collega's van Noël dringend om niet met hem om middernacht de kroeg in te gaan, ook al is de titel van het coalitieakkoord Samen vooruit. Er zijn grenzen aan het samen optrekken. Overigens heeft NEC al geïnformeerd of er copyright zit op deze titel. De woorden Samen vooruit lijken NEC namelijk ook wel wat. Als titel voor hun nieuw beleidsplan. En dan vooral samen met de gemeente. Want alleen zullen ze het Goffertstadion de komende jaren niet kunnen kopen. Sommige zaken veranderen namelijk nooit. Ook dat is de afgelopen 14 jaar wel gebleken. De nieuwe wethouders zijn dus gewaarschuwd. En nu: is er leven voor ons na het nieuwscafé? Natuurlijk wel. Rob Jaspers blijft boeiende verhalen vertellen over het Nijmeegse verleden en heden tijdens rondvaarten op de pannenkoekenboot. En u blijft John Spierings in Nijmegen tegenkomen als zanger en presentator tijdens mooie evenementen. En ik, ik blijf columns schrijven voor RN7. U kunt dan ook het volgende gedicht in uw Poesie-album schrijven. Rozen verwelken, nieuwscafés vergaan, maar Nijmegenaren, die de stad maken, blijven altijd bestaan. Heeft u geen poesiealbum meer? Beschouw het dan maar als mijn laatste tegeltjeswijsheid van het allerlaatste Nijmeegs Nieuwscafé.